Geen reclameposters meer voor vliegvakanties en kiloknallers. Frontale botsing op de Maas en Waalweg. En Druten loopt weer uit voor de Leste Mert. De Nijmeegse gemeenteraad wil een einde maken aan reclames voor fossiele producten en diensten en producten uit de bio-industrie. Hiermee zouden er in de toekomst bijvoorbeeld geen reclameposters meer door de stad mogen hangen van bijvoorbeeld vliegvakanties of kiloknallers. GroenLinks, die de motie indiende, kreeg een meerderheid steun vanuit de oppositie. Gek genoeg stemde coalitiepartij D66 juist tegen. De reden is eigenlijk omdat je ziet dat we allemaal, of heel veel mensen, heel hard hun best doen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar dat je nog steeds in het straatbeeld eigenlijk constant geconfronteerd wordt met reclames voor goedkope vliegreizen, voor kiloknallers, voor allerlei producten op fossiele energie en op fossiele brandstoffen. En dat is eigenlijk een omgekeerde wereld. Blokker denkt wel degelijk dat het effect zal hebben op de mensen. Het IPCC, dus het is de klimaatorganisatie van de Verenigde Naties, die hebben ook in hun laatste rapport aangegeven dat ze juist die reclames en stunten met dat soort dingen als een bedreiging zien om de klimaatdoelen te halen. Dus het is juist heel goed om daar iets tegen te doen. En dat doen we in Nijmegen, maar gelukkig doen we dat ook in heel veel andere steden. D66 is het wel eens met de motie, maar heeft toch tegengestemd. Wij zijn op zich voor fossielvrije reclames, maar we hebben toch tegen het voorstel gestemd omdat wij twijfels hebben bij de juridische haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van de moties. En dat die twijfels terecht zijn werd gisteren ook door het college bevestigd. Dus wij hebben daarom besloten om tegen het voorstel te stemmen. En moeten we op deze manier niet heel veel, aan heel veel reclames gaan twijfelen, bijvoorbeeld autoreclames, omdat auto's ook heel veel uitstoten? Ja, zeker. Dus dat valt daar ook allemaal onder. En dat onderscheid is volgens mij heel makkelijk te maken. Dat doen we ook in de motie. Dus het gaat echt over een breed scala aan vleesreclames, autoreclames, vliegreclames, dat soort dingen. Nou, dat het effect heeft, dat is aangetoond al eerder. Dus ik denk dat het op zich een heel goed voorstel is. Alleen de uitvoerbaarheid was in dit geval niet goed uitgewerkt. Wij denken dat het heel ingewikkeld wordt. Dus mag een pizza met salami erop bijvoorbeeld nog wel reclame voor worden gemaakt. En een pizza met mozzarella, zou dat dan weer anders zijn? En hoe zit het met een vakantie die je op zich met de auto zou kunnen doen? Dus het hoe is voor ons onvoldoende ingevuld op dit moment. Zo meteen in het RN7 regio nieuws. Koeien, erwtensoep, een kermis en enorme partij marktkramen. Het centrum van Druten stond vandaag weer helemaal in het teken van de Leste Mert. In Druten zijn donderdagochtend vroeg twee auto's op elkaar gebotst op de Maas en Waalweg, de N322, ter hoogte van de Scharenburg. De bestuurder die het ongeluk veroorzaakte verklaarde dat hij moest uitwijken voor een dier dat zomaar de weg overstak. Er raakte niemand gewond. Door het ongeluk was de weg in beide richtingen tijdelijk afgesloten. Er lag veel glas op de weg dat door de brandweer is opgeruimd. Ook had er benzine gelekt dat middels absorptiekorrels is verwijderd. De weg werd rond 7:15 weer vrijgegeven voor al het verkeer. En dan sport. NEC. Afgelopen zondag werd er nog verloren van PSV. Misschien niet helemaal onverwachts. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen voor de winterstop. Eerste horde wie genomen moet worden is Cambuur-Leeuwarden. Er staan 1 plekje onder NEC en er moeten eindelijk weer eens punten gepakt worden. Bespraken met trainer Rogier Meijer. Je weet, Cambuur uit is nooit makkelijk. De ondergrond is anders. Dus dat zal geen makkelijke wedstrijd worden, maar aan de andere kant is het wel een wedstrijd die wij kunnen winnen. Ja, want voor Cambuur die willen graag de aansluiting ook zoeken met de 3 punten. Maar voor jullie 3 punten is heel belangrijk, want dan kun je weer iets meer omhoog gaan kijken. Nee, ja, dat is altijd 3 punten is het allerbelangrijkste. En zeker voor ons, hè, omdat dat lang geleden is dat iets wat we graag willen. En, daar is morgen de eerste kans voor en Cambuur zal er ook zo in zitten. Dus ja, we zullen denk ik als elftal heel veel strijd moeten leveren, energie moeten leveren. Daar moeten we mee beginnen en dat we kunnen voetballen, ja, dat weten we. Het is vandaag de eerste donderdag van november en elke Drutenaar weet dan wel hoe laat het is. Erwtensoep, koeien, een kermis en een kilometerslange markt. Het is weer tijd voor de Leste Mert. Nou, de Leste Mert is altijd gewoon gezellig. Iedereen neemt vrij voor deze dag. Ook morgen zijn de mensen vaak vrij, een brugdag. En ze lopen lekker te wandelen. Ze komen broodje warme worst halen. Ze nemen een biertje mee voor vanavond. Ja, dat is gewoon super. Ja, ik vind het wel echt traditioneel. Dit is, hoort wel bij ons bij de Leste Mert, ja. Koeien en erwtensoep, hè. Heb je nou je zin op de markt? Ja, we zijn net eten met konijnen aan het knuffelen geweest. Maar heb je ook nog konijnen? Ja, die zijn daar. Dan kan je ook knuffelen als je wilt. En hebben jullie ook koeien geknuffeld? Nee. Er komt veel meer kritiek op dat zij daar staan. Nee, dat vind ik niet. Nee? Oh, vertel. Nee. Kijk, vroeger stonden die koeien allemaal vast, de hele winter. Ja? En toen werd er niks gezegd. En dan moeten ze hier ongeveer een halve dag staan. En dat is een probleem. Ze staan er rustig bij, hoor. Werk je ook op de boerderij? Ja. Ja? En zijn dat jouw koeien? Ja. Ja? Hebben ze ook namen of dat niet? Ja. Ja? Hoe heten ze dan? Bella. Is dit is Bella? Ja, en dat daarachter is Teun. Dat is Toos. Wie is het liefste? Die. Heel lekker, dankjewel. Ik eet de hele markt leeg, man. Wat hebben jullie tot nu toe allemaal gedaan hier? Nou, kermis. Ja. De kermis is er ook nog? Ja, dat is daar altijd achter. Okay. Hey, wat gaan jullie verder nog doen? Ja, kermis en TikToks maken met koeien. Wat zei je? TikToks maken met de koeien. Ja, klinkt als een hele goede TikTok. Ja. Nou ja, hier ligt de worst op tafel. Ja. Daar zie ik echte dieren. Wat vindt u daarvan? Dat die daar staan in levende lijven? Nou goed, want mijn koe staat er ook. Oh, is dat zo, ja? Oh, waar staat hij dan? Dan ga ik zo meteen even aaien. Ergens halverwege aan de rechterkant staat onze koe. En wij hebben gewoon een koe gisteren helemaal geschoren en gewassen en gedaan en dan neergezet. En die wordt dan gekeurd, zeg maar, hoe goed dat die is. Meneer, wat voor prijs heeft u zojuist gewonnen? Hij is het beste rund van de markt. Gefeliciteerd. En wat maakt dat hij de beste is? Sorry? Wat maakt dat hij de beste is? Ja, het is kwaliteit, hè. Dus, ja, precies. Bent u er trots op? Ja, ik wel. Dus, een jaar aan het fokken geweest en toch iets moois kunnen fokken. Dus vandaar dus toch wel iets bijzonders. Goed zo, ja, geniet ervan. Dankjewel, hoor. Doei. Ja, vandaag was het lange tijd bewolkt, maar in de middag kwam de zon dan toch nog even tevoorschijn. Vanavond opnieuw bewolkt en trekt er ook een regengebied over het land. En daar houden we ook komende nacht nog even last van. Morgen begint met wat zon, maar er zijn ook nog wel enkele buien. In de middag is het dan droog en een mix van wolk en zon zien we dan. Temperaturen 13, 14 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig. De warme periode waar we mee te maken hebben gehad ligt inmiddels ver achter ons. En zo langzamerhand zal de kachel toch echt aan moeten. Temperaturen stijgen niet meer verder dan 15 graden overdag. Tot zover het RN7 regionieuws van vandaag. Voor het terugkijken van deze uitzending kun je terecht op ons YouTube kanaal. Volg ons ook even op Facebook, Twitter of Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe NEC update. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!